Vous avez ce petit coup de patte là à travers Cossella. Et Kouzaz qui dit mais personne ne la marque, il va être bon qui fait. Zo stom, oh, ik baal echt zo erg. Ik heb namelijk echt een superleuk vlog opgenomen met Yvette, alleen het geluid van de camera deed het niet. We hebben namelijk bij Omroep West hebben een nieuwe vlogcamera. Ja, ik loop tegenwoordig stage bij Omroep West. Ik ben nog een beetje zoeken hoe het werkt en het geluid deed het dus niet. Ja, de vlog is eigenlijk niet geworden zoals ik dat zou willen. Ik heb mijn best gedaan om er toch het beste van te maken en ik hoop dat jullie het alsnog leuk vinden. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Momenteel zit ik in de auto op weg naar Yvette Brog, want wij gaan haar vandaag interviewen. Zij is handbalster in het Nederlands team. Dat doe ik samen met Herman. Dag Herman. Dat heb ik wel weer goed geregeld dat jij alle spullen draagt. Waarom zo gaat dat altijd? Dat. Beetje schijnheilig dat je dat zegt. We zijn nu op zoek naar haar huis. Nummer 47, mannetje. Is dat hier? Oh. Hey. Hi. Hoi. Hoi. Behind the scenes. Maar goed, op zo'n toernooi is natuurlijk alles anders. Nou, serieus, ik had dat niet normaal zijn. Wie wordt de grote verrassing volgens jou? De verrassing? Nou, ik denk... Nou, de volleybalmeiden die hebben gewoon wel een grote kans. En ik denk ook zeker dat zij een medaille gaan maken. Zit je nou te lachen? Ben je eigenlijk bijgelovig? Nee. Nou, het is bijvoorbeeld wel. Anja, een teamgenoot, dat op het WK had ze van die lintjes en dan moet ze met drie mensen, drie dromen en dan de inknopen. Nou, die ging dan dus ook niet af. Hoe lelijk dat bandje ook werd, maar daar geloof ik dan wel in. Okay. Wel? Maar het is niet van dat ik zeg, oké, ik doe je van links schoen, dan rechts schoen of bijgeloof qua materiaal. Nee. En wat neem je sowieso mee in je koffer? Mijn mama schoen. Nee, gewoon. Dat is een saai. Ja, maar het zit ook aan bepaalde kilo's, dus ja, er gaan ook geen smeuïge dingen mee, zeg maar. Maar hopelijk een leuk zomerwerk, dus dan daar kan. Een paar mannen aan de haak slaan. Dat niet, maar dat we na het behalen van de medaille lekker kunnen feesten. Nou, dat was toch een leuk interview, ja, Herman? Ja, dat is leuk. Ja. Heel aardig meid. Ja, en knap ook van dit meid. Ja, nee, maar dat wist ik al. Ja.